Voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Het Gesprek kan ik met enige trots toch mijn oud-collega Johnny van Sevenant aankondigen. Een man met bakken ervaring, een vertrouwde stem jarenlang, vooral op de radio. En met hem kijk ik naar volgend jaar, want dan staan er twee grote verkiezingen op het spel. Europees Federaal Vlaams en enkele maanden later al provinciale en gemeenteraadsverkiezingen. Een heel pak. En met Johnny van Sevenant blik ik vooruit. Welkom, Johnny van Sevenant. Bien heureux de se retrouver ensemble, zeggen ze zo mooi in het Frans. Het is alweer een tijdje geleden. Wij zijn oud-collega's. Ik ben er al eventjes langer mee gestopt. Maar jij nu net, ik zou al zeggen, hoe bevalt het, dat pensioen? Wel, ik volg het nieuws, het politieke nieuws, op de voet. Maar ik ga dat doen tot mijn laatste adem. En ik ben ook een boek aan het schrijven over 35 jaar wedstraatjournalistiek. Interessant. Dus wat doe ik? Ik kijk naar mijn agenda's. Ik heb altijd opgeschreven wat ik gemaakt heb, soms ook met een beetje commentaar. Ik kijk ook volop in het VRT-archief. En ik ben aan het schrijven over alle grote gebeurtenissen. Het laatste wat ik nu geschreven heb is de Dutroux-affaire. Hoe dat de politiek beïnvloed heeft. De ontsnapping van Dutroux bijvoorbeeld. De Witte Mars. De vele hervormingen. Dat we nu een eenheidspolitie hebben. Dat is bijvoorbeeld door Dutroux. Door die kindermoordenaar. De Witte Mars, dan moeten we onmiskenbaar denken aan Van Quickenborne, die daar nog een grote rol in gespeeld heeft. En zie waar hij nu terecht is gekomen. Dat is het mooie natuurlijk, dat we kunnen terugblikken. Jij met zoveel meer kilometers op de teller dan ik ooit. Je zat er veel langer in. En dan gaan we natuurlijk kijken naar wat staat er volgend jaar te gebeuren. Dat toch wel bijzondere verkiezingsjaar. Want ik denk dat het voor de allereerste keer is dat we en Europese, federale, Vlaamse verkiezingen en enkele maanden later dan ook nog eens provincie en gemeenteraden. Ja, dit is een onuitgegeven punt dat we nu gaan bereiken. Hè? Ja, ze spraken dikwijls over de moeder van alle verkiezingen. In 1999 had je ook alle parlementsverkiezingen samen, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen daar nu bovenop. En iedereen gaat ervan uit dat er qua regeringsvorming niets zal gebeuren tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat hoor jij dus ook wel, ja. Dat hoor ik volop. Vooral ook omdat als ze een regering vormen, dan laten de partijen al in hun kaarten kijken. En het zou kunnen dat bijvoorbeeld kiezers dan afrekenen omdat ze niet tevreden zijn met de coalitievorming. Stel bijvoorbeeld dat N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen al een coalitie zou vormen met de klassieke partijen. Ik denk dat dan een aantal potentiële N-VA-kiezers daar boos om zouden zijn en dan voor de gemeenteraadsverkiezingen voor het Vlaams Belang zouden stemmen. Dus ik vermoed dus dat het Vlaams Belang nog wat bezig zal gehouden worden in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en de andere partijen wellicht ook, om vooral niet... We kennen Bart De Wever, hij laat niet graag in zijn kaarten kijken. In die kaarten zal hij die misschien tegen de borst houden tot met oktober de gemeenteraadsverkiezingen. Dus pas na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de regeringsvorming... Dus zeer lange onderhandelingen. Zeer lange onderhandelingen, al denk ik dat het Vlaamse niveau nog altijd wel het vlugst zal zijn. Ja. Vroeger waren er heel dikwijls Vlaamse regeringen tegen 11 juli. Ja, op enkele dagen tijd bijna. De vorige keer, 2019, is er wel degelijk een tijd met het Vlaams Belang onderhandeld. Daardoor was het pas in september dat die er was. Dus nu gaat die er gaat het nog langer duren. Ja, het woord september is gevallen. We hebben deze week de septemberverklaring toch juist op tijd gekregen, want er was weer wat spanning. Ja, Johnny, hoe heb je daar naar gekeken? Wat vond je daar nu in het algemeen van? Wel, dat was zijn laatste, hè? Wellicht. Ik heb de toespraak van minister-president Jan Bon gezien. Ik vond hem zeer ontspannen tijdens zijn toespraak. Ja. Ik vond hem eigenlijk vriendelijk. Ik vond hem eigenlijk rustgevend bijna. En je voelde dat hij gedragen werd. Je voelde een soort wiedergutmachung voor wat er vorig jaar was gebeurd met heel de uitgestelde vorig jaar septemberverklaring. En ik kreeg heel veel applaus op alle regeringsbanken. Je zag ook dat Hilde Krevits van CD&V, de vice-minister-president, heel vriendelijk was tegen hem. Er waren heel veel open doekjes. Ook kreeg eigenlijk elke partij wel zijn trofee. En dat leverde dan weer applaus op. Dat was een beetje gênant bijna op de duur, vond ik. Ze waren enorm lief voor elkaar. We zijn dat niet gewoon. Ja. Dat hebben ze per se, denk ik, ook wel in de etalage willen zetten. Van kijk eens hoe lief we zijn. Want ja, vorig jaar zag het er helemaal anders uit. CD&V heeft nu de buit binnen, laten we maar zeggen. Vorig jaar een beetje mislukt met
de kinderbijslag, laat het maar zeggen, nu toch veel geld voor kinderopvang. Je zag dat ook aan Hilde Krevits, de sterke vrouw, de numero uno van de CD&V in de Vlaamse regering. Zij is heel tevreden, denk ik. Zij is heel tevreden. Zij heeft inderdaad wel een doorbraak voor elkaar gekregen. Want je zou kunnen zeggen, het moet nog meer zijn dan die kleine 300 miljoen die binnengehaald is. Maar je moet natuurlijk ook personeel vinden. Dus ik ja, want denk je ziet wel... aan de oppositie, ze hebben moeilijk om daar nog over te gaan. Hè? Dus het is een doorbraak die ze binnengehaald heeft. Wat aangeeft hoe belangrijk en hoe zwaarwegend ze is. Het is natuurlijk ook zo dat voor de andere partijen het ook belangrijk is dat er goede kinderopvang is. Als je wil dat mensen werken, wel ja, dan is er kinderopvang nodig. Maar in elk geval, als we vergelijken met vorig jaar. Vorig jaar was vice-minister-president Krevits ziek. En ze was er een hele tijd niet. En de onderhandelingen moesten gedaan worden door de neofiet Jo Broens. Samen met Benjamin Dalle, die dan een rechtstreekse lijn hadden met de onervaren voorzitter Sami Mehdi. En uiteindelijk, om het dan toch te redden rond die kinderbijslag, is eigenlijk Hilde Krevits vanuit haar ziekteverlof moeten komen. En heeft ze het dan toch nog kunnen redden? Wel, zij was er nu meteen bij. En zij kan blijkbaar deals maken met N-VA. Dus, ja, natuurlijk. Dus, ze heeft ook ervaring genoeg intussen. Want we hoorden dan ook wel dat er zeker vorig jaar met ja, eerst Joachim Koens weg, toch een poulain ook van Hilde Krevits, dan Sami Mehdi in de plaats, dat er wel wat ruis zat op die lijn. Hilde Krevits, Sami Mehdi. Ja, inderdaad. Ik denk dat bij Sami Mehdi het idee er moet geweest zijn om Hilde Krevits te liquideren en om een zogenoemde nieuwe wind te laten waaien. Ik herinner mij nog een zinnetje in een krant dat iemand van de omgeving van Sami Mehdi had gezegd: Hilde Krevits, we gaan haar stemmen inpikken bij de volgende verkiezingen, maar daarna kan ze gaan. Ik denk dat die omgeving dat niet meer zou zeggen en dat ze wel beseffen, zeker ook in West-Vlaanderen, waar er zo'n grote doorbraak komt van het Vlaams Belang, als ze ook die peiling van doorbraak bekijken, wel, dan is zij daar wel nodig en wordt zij daar de absolute sterkhouder. Zelfs niet alleen in West-Vlaanderen. Voor die partij lijkt zij mij nog altijd de sterkste figuur die dan toch absoluut nog niet oplijkt en die nog wel doorgaan. Zich, misschien een klein beetje op verkeken heeft. Want wie is er? Dat is een eeuwige strijd binnen een partij. We hebben het ook bij de Liberalen gezien. Is het degene die in de regering zit die het voor het zeggen heeft? Of is het de partijvoorzitter? Dat is een spanning die we bij velen terugvinden. Want misschien moeten we daar ook eens naar kijken bij de Liberalen. Die komen de voorbije dagen ook uit zeer zwaar weer. Met Egbert Lachaert, de architect mee van Vivaldi, de poulain ook van De Croo, die er dan de brui aangeeft. En dan komen we bij Tom Ongena terecht. Het zit toch niet echt goed bij de liberalen, denk ik dan. Het zit niet goed bij de liberalen, maar wat is er gebeurd? Zeker de rechtse liberalen, de donkerblauwe liberalen, die zijn natuurlijk niet gelukkig met een coalitie met de Groenen. En iemand als N-VA-voorzitter Bart De Wever, die heeft heel de tijd de vinger op die wonden gelegd. En gezegd, ja, de huidige liberale leiding met De Croo op kop, dat zijn slechte liberalen. Waarbij dat de boodschap dan was, de N-VA, dat zijn de goede liberalen. Stem voor ons. En als dus ja, die leegloper is, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel wat donkerblauwe liberalen richting N-VA zijn gegaan. Want het economische programma, zouden we kunnen zeggen, van de oude liberalen en N-VA, ja, dat lijkt heel sterk op elkaar natuurlijk. Het is bijna het kampioenschap, wie is nu het meest liberaal? Hè? En ja, dat is dodelijk voor VLD, denk ik. Dat is dodelijk voor VLD, dat is pijnlijk voor VLD. Maar N-VA kan ook niet anders dan shoppen bij de liberalen en zelfs ook shoppen bij de rechtervleugel van CD&V. Want vergeet niet, er is ooit een doorbraak geweest van N-VA, doordat N-VA... En dat was in 2014. Het Vlaams Belang heeft leeggezogen. Ja. Het Vlaams Belang had geen 6% meer. N-VA, met de belofte van de kracht van verandering, haalde dat binnen. Zij gingen dat binnen de regering realiseren. Maar dan door het Marrakesh-pact werd migratie dan weer belangrijk. Is Vlaams Belang heel sterk geworden. En zijn die kiezers weggegaan. En om dat te compenseren, is N-VA gaan zoeken bij VLD, maar ook bij CD&V. En dat heeft dan ook geleid tot veel spanningen binnen de Vlaamse regering. Want ja, als je mekaars kiezers aan het afpakken bent, dat leidt tot spanningen, dat leidt tot oorlog. En dat is een van de verklaringen van de slechte werking
van de Vlaamse regering, ja, van de vele spanningen. Sommigen zeggen toch, we kennen ze allemaal wel, dit is een van de slechts functionerende Vlaamse regeringen van de voorbije, van bij het begin bijna, zouden we kunnen zeggen. Ja, dus keihard voor elkaar. Een Bart Wever die eigenlijk gezegd heeft, eigenlijk moeten Open VLD en CD&V kapot. Dat, ja, als je dat zegt, dan kan dat niet goed werken. Anderzijds, ja, CD&V en Open VLD willen zich ook waarmaken. Zijn dan ook weinig toegeeflijk tegenover N-VA. Dat leidt dan ook tot spanningen. En dat is een verschrikkelijk probleem. Ja, we hebben vorig jaar gezien dat die Vlaamse regering bijna twee keer gevallen is. En eigenlijk in normale omstandigheden zou moeten opgestart zijn. Bart De Wever heeft ooit gezegd in 2014, dat was dan ook de regering Michel, de Zweedse coalitie, de centrumrechtse regering, dat zijn regeringen die goed zullen marcheren, want ze denken ongeveer hetzelfde over alles. Maar het nadeel is ook dat ze dezelfde kiezers proberen binnen te halen. Dat ze elkaar dus gezichtsverlies willen doen leiden om elkaars kiezers in te pikken. En dat leidt tot spanning. Dat maakt daardoor een slecht functionerende regering. Ik denk dat Bart De Wever het intussen begrepen heeft en dat hij het gaan zoeken is bij vooruit. Zij kunnen deals maken. De N-VA kan punten binnenhalen. Vooruit kan punten binnenhalen. En zij pakken elkaar geen kiezers af. Het Antwerpse model. Ja, want er is geen enkele N-VA'er die voor de socialisten gaat stemmen. Ik denk dat er weinig socialisten zijn die voor de N-VA gaan stemmen. Dus die moeten elkaar geen vliegen afvangen, want die kiezers stappen toch niet over. En dat zorgt tot rust. En daarom ga ik ervan uit, bij de volgende Vlaamse regering komt er een as, N-VA vooruit. En dan, wie moet er nog bij komen? Ja, dat is dan de hele vraag, want natuurlijk is dat ook niet juist het zwakke punt van de strategie van Bart De Wever. Als hij dat centrum zo leegzuigt, CD&V kapot wil, Open VLD kapot wil, ja, waar zijn er dan nog partners om een centrumrechtse regering te gaan vormen of zoiets, of een centrumlinkse? Wel, dan blijven inderdaad nog altijd wel de kleinere CD&V, de kleinere Open VLD over. En het probleem is door dat leegzuigen dat het niet zal volstaan om er één bij te nemen, maar dat ze er alle twee zullen moeten bijnemen. Dan zitten we met een vierpartijencoalitie. Al is er heel lang een strijd geweest tussen CD&V en Open VLD om die derde partner te mogen worden. Het grapje doet zelfs de ronde in de Wetstraat dat Bart De Wever ooit zou gezegd hebben, als we moeten kiezen, dan gaan we kijken wie het langst op zijn knieën kan blijven zitten. En je ziet ook, lange tijd was CD&V de favoriete partner voor N-VA en waren de VLD'ers de slechten. En dan onder impuls van Bart Somers, die heeft dan geprobeerd, toen Sammy May die lastig deed rond die kinderbijslag, probeerde hij dan de goede leerling te zijn tegenover N-VA. Hij was dan de favoriete partner VLD. En ik vermoed dat Hilde Krivits dat nu weer heeft proberen recht te trekken door een deal te sluiten met de N-VA. Dus daar is er een concurrentie aan de gang. Maar het kan best zijn dat die concurrentie niet eens hoeft, omdat er vier partijen nodig zullen zijn. En dan de typische strategie van Bart De Wever als Romeinse keizer. Divide et impera. Verdeel en heers. En dan zullen we wel zien. Nu, om een ander voorbeeld te nemen. In de septemberverklaring is daar nauwelijks iets over gezegd. Dat beruchte stikstofakkoord waar de Vlaamse regering bijna weer over gestruikeld is vorig jaar. Dat, om dat beeld nog eens te gebruiken, niet alleen voor Ineos. Maar dat hangt wel als een zwaard van Damocles boven die Vlaamse regering. Ja, inderdaad. En ze hebben het opzettelijk buiten die septemberverklaring gehouden om dus inderdaad niet meer een verdeelde indruk te geven. Maar het komt er dus aan, want de Raad van State die gaan begin oktober met een advies komen. En dan zal er kleur moeten bekend worden. Dan is er de vraag, komt er dan wisselmeerderheid met Vooruit en de Groenen? Vooruit heeft al aangegeven, wij willen dat eventueel steunen, hè? Bruno Tobak bijvoorbeeld. Maar Vooruit volstaat blijkbaar niet, dus de Groenen zijn dan nog nodig. Dan vraag ik me af of de Groenen daar geen voorwaarden zullen aan koppelen die niet te slikken zijn door N-VA, waardoor dat alles op de lange baan zal geschoven worden. Dat zou mij niet verwonderen. Gaan ze het alsnog goedkeuren, CD&V? CD&V had twee punten binnengehaald in maart. Twee versoepelingen waar nog een milieueffectrapport moest voorkomen. Maar dat milieueffectrapport is er nog niet. Zo genoemd omdat ze geen studiebureaus vinden. Dus in het hogeschoolde Vlaanderen vind je geen studiebureaus om zo'n milieueffectrapport te doen. Is dat kwade wil of is dat de waarheid? Ik weet het niet. Nee, maar het komt misschien zoal Demir wel goed uit, want zij is absoluut geen voorstander om die versoepelingen die CD&V vraagt in dat nieuwe stikstofdecreet dan in te steken. Wel, ik heb in maart dit gevolgd en ik hoorde toen inderdaad bij zoal Demir dat zij geen zin had om die twee punten erdoor te duwen.
En dan hoorde ik dan bij Jo Broens van CD&V dat hij dan zei, ja, als wij de twee punten niet krijgen, dan gaan we dat decreet nooit goedkeuren van het stikstofakkoord. Dus dat blijft een enorme splijtswam. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, er moet gekozen worden tussen de Vlaamse industrie en ja, van Vlaanderen de vleesfabriek van de wereld te maken eigenlijk met enorm veel varkens, ja, en dergelijke. Met alle varkens en kippen die we hebben, ja. Ja. Dus dat is een keuze die moet gemaakt worden. En de N-VA heeft duidelijk de keuze gemaakt, wij kiezen voor onze industrie. En ja, dat Vlaanderen zo welvarend is, heeft natuurlijk te maken met ons bedrijfsleven. Ja. En die kip met gouden eieren mag niet geslacht worden. Want kijk nu naar een van de symbolen van heel dat stikstofdecreet, wordt dan Ineos, de haven van Antwerpen. Ja, zonder enige schroom stopt men daar een paar miljoenen, honderden miljoenen waarborg naartoe. En de rest van Vlaanderen staat erop te kijken. Er is voor niks geld, maar wel daarvoor zeer eigenaardig. Wel, Bart Wever heeft ooit het grapje gemaakt. Voka is mijn baas, het Vlaamse bedrijfsleven is mijn baas. En uiteindelijk is dat zo. Hij gaat ervan uit dat Vlaanderen rijk en welvarend zal zijn als het bedrijfsleven goed draait. Daarom ook het accent leggen op iedereen moet werken. En ja, ons bedrijfsleven kampt met een tekort aan werknemers. Ja, natuurlijk op die manier de centrumrechtse agenda eigenlijk doorduwen. Gaat dat nog problemen opleveren, stikstof, denk je? Want er is nu een handige truc gebruikt. Het is van de regeringstafel weggehaald. Het is nu via een ontwerp naar het parlement. En het parlement moet het dan maar oplossen. Maar we weten ook al langer dan vandaag. Zo simpel is het natuurlijk niet. Ik geloof niet echt in die wisselmeerderheden. Zelfs al zou vooruit, omdat er dan toch wel een soort deal is tussen N-VA en vooruit, maar gaan de Groenen dat zomaar cadeau doen? Natuurlijk, ja, als dat de Vlaamse regeringsploeg totaal uit elkaar speelt, dat is natuurlijk ook een mooie bonus voor de oppositie. Een steun aan de groene minister Zuhal Demir, die wel een aantal dingen doet die de Groenen ook wel kunnen appreciëren. Ja, inderdaad. Zuhal Demir is een interessante en boeiende figuur, maar ik draai dus al heel lang mee. En ik heb ooit meegemaakt in de jaren 90 dat de socialisten Batselier, milieuminister, een mestactieplan er wou doorduwen. En het leek te lukken. En ook minister-president Van den Branden, CVP'er, was het daarmee eens. Maar dan was er Erik van Rompuy, een andere CVP'er, die luisterde naar de Boerenbond en die heeft dat proberen te kelderen. En uiteindelijk is dat mestactieplan enorm afgezwakt door Theo Kelkermans, CVP'er. En dat is nooit doorgevoerd zoals de Batselier het wou. Maar toen kon CVP, de Christen-Democraten, konden daar toen nog een voet voor zetten. CD&V is lang zo sterk niet meer. De CVP-staat is voorbij. En je ziet dat CD&V het heel erg moeilijk heeft om die maatregel tegen de boeren tegen te houden. Ja, want je zou kunnen zeggen, die link tussen de oude CVP, CD&V nu en de Boerenbond. Maar het lijkt erop alsof de Christen-Democraten de boeren kwijt zijn. Ja, heel dikwijls is het zo, als je dus heel hard je best doet en tegenwringt, dat dan misschien een partij die straffer is het dan binnenhaalt. En dan zie je toch duidelijk in West-Vlaanderen dat het Vlaams Belang volop die ontevreden boeren aan het opvrijen is. En als ze dan die peiling zien van doorbraak, 29,5% in West-Vlaanderen, dat lijkt dan ook nog eens te lukken. Ja, en de onvrede tegelijk van die hoogspanningslijn Ventilus, daar zijn ze ook tegen, dat kunnen ze bij wijze van spreken allemaal binnenrijven, Vlaams Belang. Dat halen ze binnen en ja, met mijn West-Vlaamse roots weet ik ook dat je daar nu begint de tekenen van migratie te zien in West-Vlaanderen. Dat is niet voor veel West-Vlamingen. Ik zie bijvoorbeeld in een plattelandstadje als Tielt, daar heb ik al vrouwen gezien met hoofddoek. Vroeger zag je dat niet. Dat kan zijn daar lopen de West-Vlamingen gillend. Dat kan zijn dat dat nog altijd chockerend is voor een aantal van hen. En dat ook het Vlaams Belang daarmee wint. Terwijl in de steden, daar zijn ze dat al lang gewoon. En is eigenlijk het Vlaams Belang aan het achteruit gaan. Ja. Maar dus in een plattelandsgebied zoals West-Vlaanderen, ja, daar is Vlaams Belang het aan het waarmaken. Ja. Nu we het toch over West-Vlaanderen hebben en de actualiteit. En intussen heeft dan N-VA weer al voor de zoveelste keer Jean-Marie moeten binnentrekken als de redder voor de N-VA in West-Vlaanderen. Hoe diep kan je soms zakken, denk ik dan? Wel, Geert Bourgeois was vroeger de grote man in West-Vlaanderen voor N-VA. Maar hij was ook tegen Jean-Marie de Dekker. Hè? Die was tegen Jean-Marie de Dekker, maar aangezien dat hij dus niet meer opkomt, dat zijn carrière voorbij is,
ja, wie hadden ze dan in de plaats? Sander Lones, zeg ik. Sander Lones, en die is erin geslaagd met zijn parlementair werk om twee federale staatssecretarissen, zoals Eva de Bleker, om die ontslag te laten nemen. Ja, zeer goed oppositie. Dus he? Zeer goed. En dan is het een beetje triestig voor hem dat hij dus niet federaal blijft, maar dat hij naar het Vlaamse niveau moet gaan. Dat betekent dat daar toch, ja, toch een zekere bloedarmoede is. Natuurlijk. Want de anderen die daar klaarstaan, ja, dus Bert Maartens, de burgemeester van Isegem. Blijkbaar is hij niet goed genoeg om de lijsttrekker te worden. Sander Lones moet het worden. Maaike de Vreeze uit Brugge, die ging het dan ook worden. Maar blijkbaar dan toch niet. Dus dat is toch teken van bloedarmoede. Ja. En Jean-Marie de Dekker, ja, die is gegarandeerd goed voor 40.000 voorkeurstemmen. Dus ze halen die binnen. Ze moeten die nu van boven zetten. Hij stond de vorige keer al van onder als lijstduur. Hij heeft ook die peiling gezien van Doorbraak, die maar een goede 2% gaf aan een lijstendekker. Dus hij heeft ook eieren voor zijn geld gekozen. En hij zegt ook altijd, als burgemeester van Westende heb ik goede relaties nodig met de Vlaamse regering. Zeg met de N-VA om geld binnen te halen. Dus ja, dat zijn twee dingen. Hij zal het nodig hebben voor zijn casino. Dat zijn twee dingen die gecombineerd worden. Maar hoe erg is het dan? Dan zie je toch wel, ook bij N-VA is het alle hens aan dekken. Blijkbaar een soort paniek van, we moeten overal zorgen dat we doen, al het mogelijke doen om toch die nakende nederlaag te vermijden. Ja, N-VA is duidelijk over zijn hoogtepunt. Het is ooit meer dan 30% van de stemmen geweest. De kracht van verandering. Maar als je al 20 jaar in de Vlaamse regering zit, kan je dan nog spreken van de kracht van verandering? Ik hoor die slogan niet meer. Dus dat zijn ze kwijt. En ook de generatie die er nu is, die is ook ouder aan het worden. En die moet ook zorgen dat ze federaal aan de macht kunnen komen. Dat kan niet blijven duren dat zij in de oppositie... Ik vermoed ook, dus dat Theo Franken het heel erg belangrijk vindt dat hij weer in een regering kan zitten. Dan functioneert hij ook het best. Ja. Dan noemen ze dat droogtrainen op een fiets thuis. Ja, dat levert de home trainer enzovoort. Dus. Niet veel op. Maar hoe erg is het dan wel als je ziet... Bijna als een keizer komen dan Bart de Wever en Tom van Grieken naar Middelkerk om daar dan de hand te kussen van Jean-Marie en hem toch te smeken. Dat toch nooit vertoond. Ja, de strijd om de stemmen is bezig. Dus je zit dus met een N-VA die in een dalende lijn zit. Je zit met een Vlaams Belang in een stijgende lijn dus. En die hebben belang bij om dan toch de meubels te redden bij N-VA. En die doen inderdaad die knieval, maar vergeet niet... Die hebben die ook de vorige keer gedaan. Want in West-Vlaanderen heeft N-VA eigenlijk nooit superieur sterk gestaan. West-Vlaanderen was normaal altijd CD&V-land. En Hilde Krevits die zal ook nog wel zorgen voor een goede score. Zij moet daar de boel overeind kunnen houden. Ja, West-Vlaanderen en Limburg waren de twee provincies eigenlijk waar de CD&V nog relatief sterk en stond. En Jo Broens, het is ook geen toeval dat die dan... Dat het de Limburger moest zijn die Wouter Beke zou opvolgen. Want daar vallen ook veel stemmen te halen. Daar moest een nieuwe vedette gecreëerd worden. Met Wouter Beke die nu terug in het federale parlement zit en daar moet proberen om zich heruit te vinden na zijn mislukte passage, dat mogen we toch zo zeggen, in die Vlaamse regering. Nu, is al een paar keer verwezen, we hebben het gehad over N-VA, maar dan vooruit. Ja, ook allemaal zeer recent. Allerlei geruchten en klachten over Conor Rousseau en mogelijk misplaatst gedrag, zal ik het maar voorzichtig uitdrukken. En dan een of ander stomme caféruzie in Sint-Niklaas. Krijgt Conor Rousseau het wat te hoog in zijn bol op de duur, na alle successen? Is dat een Icarus? Maar goed, ik heb nog niet de indruk dat er sprake is van een val, want hij is voor die zedendossiers wit gewassen. Er lijkt niets meer aan te komen. En aangezien dat ze het ook in de richting kunnen duwen van twee onderzoeksjournalisten van de persgroep. En dus op dat gebied lijkt dat gekalmeerd. Dan is er uitspraken, dronkenmansuitspraken in een café in Sint-Niklaas. Dat hij iets racistisch zou gezegd hebben. Dan hoor je dat TV pas na 10 dagen is opgesteld. Dus het moet dus ook zijn dat er twijfels waren bij die politie om dat meteen te doen enzovoort. Dus of schrik, omwille van zo'n bekende figuur meteen dan een PV op te stellen. In elk geval, dat is ook heel erg eigenaardig. Maar ik denk dat het voor Rousseau beter is dat het zoiets is dan dat het een nieuw zedendossier was geweest. Dat zou fataal geweest zijn. En anderzijds hoor ik ook dat zij een interne peiling hebben van de zomer, toen hij nog niet wist wat ze was.
En daaruit bleek dat heel die zaak rond Condor niet echt leeft en dat zij een hoge score haalden. De beste ooit in peilingen. Dus wat er ook gebeurt, het zal hem geen schade berokkenen. Ik denk dat die schade minimaal is. Hij is natuurlijk een beetje zijn imago van ideale schoonzoon kwijt. Ja. Maar toch, zoals gezegd... Schoonzoon die wat te veel op café gaat en daar dan allerlei dingen uitkraamt. Maar zoals gezegd dus, ja, hij is witgewassen. Ik denk, wanneer dat daar echt een rechtszaak was van gekomen, dan zou het niet 17% geweest zijn, maar dan had misschien vooruit... bij die andere partijen, zoals CD&V en VLD, rond de 10% enzovoort, geëindigd. Dit lijkt nu niet zo te zijn dus. En kan die as waarover we het hadden, N-VA vooruit, doorgaan. Mm-hmm. Sterke as, en dan zien we ze wel wie dat ze erbij nemen. Juist. Over de Groenen hebben we het nog niet gehad. Dat kunnen we misschien nog doen, omdat we dan... We hebben het al over Vivaldi gehad. Maar daar is een van de grote spanningen nu op dit ogenblik toch wel heel de opvangcrisis. En dan merken we dat Groen, de twee jonge nieuwe co-voorzitters, het daar bijzonder moeilijk mee hebben. En ja, niet in een soort Marrakesh-scenario willen terechtkomen van rond migratie, zoals de N-VA in 19. Daarvoor de regering te laten vallen en nu dan voor die opvangcrisis de Groenen de regering te laten vallen. Wat zou je daar in hemelsnaam bij winnen? Hè? Wel, ik heb het ooit meegemaakt in de eerste regering Verhofstadt. Toen zijn de Groenen eruit gestapt voor nachtlawaai van vliegtuigen. Ja, Isabel Durand. Isabel Durand. En door de kiesdrempel van 5% waren er zelfs geen Groene verkozenen meer aan Vlaamse kant. Dus dat is niet zeer aanlokkelijk. Wie eruit stapt, die betaalt het gelag. Maar er is iets anders aan de hand. Ik denk, als je aan de gemiddelde Vlaming vraagt, wat denk je nu van die asielzoekers die er naartoe komen? Vroeger asiel, dat ging over politieke vervolging. Dat ging over vervolgd worden voor je geaard. Dat ging over uit een oorlogsgebied komen. Maar als je die asielzoekers ziet, dan voel je eigenlijk dat vooral economische vluchtelingen zijn die naar hier komen om dus een beter leven te hebben. En daar willen de mensen een rem op zetten. En daar willen de mensen een rem op zetten. En die willen dat die niet zomaar hier kunnen komen. En vooral ook, zelfs al krijgen ze geen asiel, dus 60% krijgt geen asiel, hebben niets met asiel te maken. Die blijven hier hangen, ja. Omdat er geen uitleveringsverdragen zijn met de landen van herkomst. Dus wie dus een rem op de rem gaat staan, die heeft succes. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat alle klassieke partijen bijna opgeschoven zijn richting Vlaams Belang. En die programmapunten overnemen en bijna uitvoeren, zij het op een iets andere manier natuurlijk dan de partij het zelf zou willen, Vlaams Belang bedoel ik dan. Maar voor Groen is dat toch zogezegd een essentiële kwestie van mensenrechten en opvang voor iedereen, et cetera. Hoe lang kan je dan nog gevangen gehouden worden binnen die Vivaldi-regering? Maar je kent het axioma, wie uit de regering stapt, betaalt het gelag. Dus dat zal meespelen. Al wat je dan hebt binnengehaald, dan verlies je dat dan ook. Maar denk je dat ze zo'n groot palmares naar voren kunnen brengen, ook al blijven ze binnen de regering? Dat is ook is bijna een catch-22. Ofwel blijf je erin en verlies je ook, ofwel stap je eruit en verlies je ook. Maar er zijn inderdaad twee programmapunten die heel pijnlijk zijn. De kerncentrales gaan niet allemaal dicht. Mm-hmm. Normaal, ik heb het Petra de Sutter nog weten zeggen. Ze gaan dicht, hè? Wij gaan de kernuitstap realiseren. Ja. Door de energieproblemen kan dat helemaal niet. Mm-hmm. Nu is er inderdaad dat probleem met die opvangcrisis. Dat is inderdaad allemaal pijnlijk, maar regeren is pijnlijk. Hè? N-VA, die zo'n goed geoliede oppositiepartij waren, vanaf het moment dat zij in die federale regering hebben gezeten, hoeveel keren hebben zij ook moeten hun woorden inslikken, omdat ze zelf mee aan de onderhandelingstafel of aan de regeringstafel. En hun belangrijkste punt, het confederalisme, meteen de diepvries hebben ingezet. Of kijk bijvoorbeeld naar een figuur als Siegfried Bracke. Dat was ook een N-VA'er. Die maken ze kamervoorzitter en die maakt dat dan mee met die opslag die ze kregen of die extra. Ja, zijn klein pensioentje bedoelt u. Dus dat kwam er bovenop. Maar dat soort dingen maak je maar mee als je mee aan de macht meedoet. Ja. Dus dat is altijd zo. Dus ook voor de Groenen, mee aan de macht doen is je maagdelijkheid verliezen. Ja. En regeren is heel dikwijls knoeien en tegenslagen incasseren. En dan
stemmen verliezen. Ja. En de oppositie, ja, dat is de ideale wereld beloven. Ja. Oké, tot slot heel kort. En wie gaat er ook van profiteren? PvdA waarschijnlijk. Hè? Die op zowel in het federale als in het Vlaamse parlement stevige oppositie voeren. Ik denk dat vriend en vijand dat zal toegeven. Die voeren inderdaad stevige oppositie. Heel die pensioendiscussie van de Kamervoorzitter, ja, dat hebben ze op hun konto. Je hebt bij de PvdA Dazen op Vlaams vlak, ja, die is het strafst eigenlijk ter linkerzijde. Dat gaat wat opleveren. En als je kijkt naar peilingen, vooruit doet het zo goed, maar die hebben één lek. Mm-hmm. Een lek richting PvdA. Zij halen CD&V'ers binnen vooruit, zij halen VLD'ers binnen, zij halen Groenen binnen. Maar een deel van die winst gaat richting, ja, PvdA. De echte radicale linksen, ja. Maar anderzijds, gelooft iemand dat PvdA in een regering zal komen? Ik denk het niet. Gelooft iemand dat Vlaams Belang in een regering zal komen? Als ik in de Zondag lees dat Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, zegt dat hij Philip de Winter minister wil maken. Stel je voor. Hè, dus als je dan ziet dat de N-VA, ja, als een van de bezwaren tegen Vlaams Belang Philip de Winter noemt, ja, dat is toch zeggen, ik wil niet in de, ja, regering. Ja, dat is de rest in het gezicht uitlachen. Ja. Helaas is onze tijd zit erop. We zouden nog rustig een half uur kunnen doorgaan, denk ik. Maar bedankt voor uw rijke inzichten. En ja, we kijken allemaal uit, denk ik, naar een heel spannend jaar dat er zit aan te komen. En in juni 24 en nog eens een herhaling in oktober 24. En dan zal ik je ongetwijfeld opnieuw uitnodigen om dan eens te kijken wat we nu gezegd hebben, of het misschien wel allemaal klopt. Bedankt, Johnny van Zevenhand, en veel succes de volgende dagen en weken. Dank je wel.